leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is maandagochtend. De kindjes zijn aan het spelen. Die gaan zo naar school. Papa brengt hun. En ik ben vandaag lekker thuis. Lekker even het huishouden bijwerken. De was bijwerken met name. Wat lijstjes maken van dingen die moeten gebeuren. En die we nog moeten kopen. Dus kijk gezellig bij mee. Wat zeg jij? Wat zeg jij? Was je klaar met de wipper? Hé? Hey? Ja. Was je klaar met de wippen, mooi mannetje? Ja. Dit zijn de slabbers die we vaak 's nachts om hebben. Ja. Dan is het hier warm, zeg maar, want de deken komt vaak maar tot hier. Dus dat. En het helpt een beetje voor als je moet spugen na de voeding. Hé, vriend? Ja. Hij is echt enorm aan het trappelen deze dagen. Super grappig hoe ze dan zo hun spiertjes opbouwen. Ja, en de bewegingen oefenen. Gaan we jou even aankleden? Ja. En toen was die klaar. Dit is zo schattig, jongens. Dat heb ik bij de Zara besteld online. Alleen merk ik wel dat de maten best wel klein uitvallen. Of de kleertjes vallen klein uit. Dit is 68 al. Ik vind het vrij kort, zeg maar. De armen daarentegen zijn wel weer lang. Dus het is, ja. Ja. Ja, niet helemaal perfect, hè jongen? Zo grappig. Hij begint nu steeds meer dingen vast te pakken. En dan sta ik hem hier zo te verschonen. En pakt hij me vast zo vast. Hé, vriend? Ja. Yeah. Terwijl Eli even lekker hier speelt, ga ik even de was opvouwen. Of ik niet deed strijken. Nee, kijk, dat soort dingen, hè. Oh, dat is dat katoen. Die val ik meestal zo op. En dan doe ik zo of zo op mijn buik. En dan is dat prima. En als we ze aandoen, dan zie je eigenlijk niet, vind ik, dat het niet gestreken is. Het enige wat ik echt strijk zijn hemden of... Ja, eigenlijk alleen hemden en blouses van de kinderen van Maarten van mij. Wat zei jij? Dus dit laat ik heel even liggen. En dadelijk als Eli dan naar bedje gaat, dan ruim ik dat op. Als hij net niet slaapt, zeg maar. En nu gaat hij in het draagdoek. Want dan combineer ik het feit dat ik toch nog even iets moet doen beneden. Met dat hij lekker bij mij kan slapen. En een slaapje daarna probeer ik hem altijd in zijn eigen bedje te leggen. Ja. Dus het spant er nu om. Of hij gaat bij mij nu in het draagdoek. Of hij krijgt eten. Eerst. In die tijd dat ik nu boven was met Eli heb ik hier een raam opengezet. Dus dan hebben we hier al een beetje frisse lucht. Hij geeft aan dat hij wil drinken. Het is ook weer 2,5 uur geleden, jong. En ondertussen lees ik eventjes dat iemand met mij om 10 uur koffie wil drinken. Gezellig. Maar lees ik even de Bijbel-app. En dan heb ik dan een leesplan wat ik nu volg. En het grappige is, ik was op zoek naar een leesplan over... volgens mij over Gods liefde. En de meeste van jullie kennen mijn verhaal met luchtballonnen. En kijk de achtergrond van dit leesplan. Hij is aan de borst in slaap gevallen. Ik heb nu de handen vrij om even door het huis te gaan. Ik ga zo hier beginnen bij de ontbijttafel. Maar eerst ben ik. Guys, dit is echt een goede tip. Misschien super simpel, maar... Voorheen tilde ik vaak dat soort dingetjes allemaal één voor één naar de tafel. En nu heb ik gewoon een mooi dienbladje daarvoor. Ja,
Daarvoor was hij hier met Sen, dus we hebben even, althans ik heb even mijn derde ontbijt gehad. Dus nu gaan we hier eventjes aan werken. Iemand vroeg hoe ik het voor elkaar kreeg om hem 's middags in zijn eigen bed te laten slapen. Ja, het is voor mij ook nog wel uitproberen hoor. Het lukt niet altijd. Maar wat ik dus doe is, en dat is een beetje volgens het boek Baby's in een droomritme. Hij wordt dus nu moe. Dat merk ik aan het feit dat hij wat huilerig wordt. Nou, wat ik dus doe, en dat is volgens het boek van Baby's in een droomritme, is als hij wakker wordt, probeer ik hem te voeden. Moet er wel een beetje tijd gezeten hebben tussen de vorige voeding en die voeding dan. Na de voeding houd ik hem hoog, zodat hij een boordje kan laten. En meestal moet ik hem iets langer hoog houden. Dus dan leg ik hem in een wipstoel, dan zit hij namelijk iets hoger. Maar dan spuugt hij ook soms. En daarna leg ik hem in de box en dan kan hij spelen. Dus dan is hij met zijn bootjes bezig totdat hij aangeeft dat hij zich verveelt. Dan speel ik met hem, dus dan hebben we nog wat interactie, zo met een boek of wat dan ook. Totdat ik merk dat hij moe wordt. Dan merk ik aan dat hij gaat gapen, dat hij weg gaat kijken of dat hij een beetje huilerig wordt. Dan leg ik hem dus in zijn bedje. Minimaal één keer per dag doe ik dat. En ik probeer dat rond de middagtijd te doen. Zodat hij eraan wendt dat hij 's middags een langer dutje moet doen. Maar hier de speenschat, want hij is nu op zijn vuistje aan het kappen. Ik heb hier geen speelgoed voor hem, dus geen mobilé. Zodat hij weet, hier is het saai, dus hier is het slapen. En in de box heb ik speelgoed en zo. Ik zet wel het muziekje aan. In het begin van dit moment ben ik nog in de kamer, want dan ga ik meestal wat was opruimen. En dan ben ik in en uit de kamer. Hij kakt dan steeds meer in, zeg maar. En als ik dan klaar ben met de was en hij is ja, wat rustiger, dan ga ik ook uit de kamer. Soms gaat hij dan meteen slapen, soms gaat hij dan ook echt even huilen. Als hij erg gaat huilen of lang blijft zeuren, kom ik terug. En dan doe ik hem nog eens aaien, nog een keer de muziek aan of nog een keer het speentje aanbieden. En meestal als ik dan weer wegga, dan gaat hij meestal slapen. Dus dat is hoe ik het meestal aanpak. Heb jij je vuistje gevonden? Hé, hey, wil je de speen of vind je het lekker op je vingers? Je hebt je wijsvinger in je mond, zie ik. Oh, zo deed mama dat ook vroeger. Ik vind dat toch geinig. Ja, lekker hè? Nou, dus ik ga nu niet meer praten. Ik ga nu de was opruimen, stilletjes. En kijken of hij gaat slapen. Niet aan het mopperen. Dus wat ik dan doe is probeer boven bezig te blijven, zodat ik niet dadelijk de hele tijd heen en weer moet lopen. Voor het geval dat ik dus een speentje nog een keer moet doen, of überhaupt even naartoe moet. Om te zeggen, als baby's alleen zijn en huilen, dan maken ze een stresshormoon aan. Maar als ze huilen terwijl jij in de buurt bent, maken ze niet dat stresshormoon aan. Dus daar probeer ik gewoon een beetje rekening mee te houden. Dus ik ben nu op Lea's kamer en kijk alvast wat zij morgen aan kan doen en hoe ik dat vanavond niet te doen. Zoals ik in heel veel vlogs al heb verteld. Ik probeer dan iedere keer heel kort hetzelfde te zeggen van lekker slapen en dan weer weg te gaan. En Nick heeft ook morgen gymles. Dat gaat niet lukken. Dat hij nog net wakker is, eruit te gaan, zodat hij wendt, een soort van alleen in slaap te vallen. Ik
heb nu even zijn speentje vastgehouden en hem even geaaid en even naast hem gezeten. En totdat hij rustig werd. En dan weer, ben ik weer weggegaan. Dus nu even aan het luisteren. Ik denk dat hij nu gaat slapen. Of niet. Het weekend is hij heel veel op de arm in slaap gevallen. Ik denk dat het daar nu wat langer duurt. Als het echt niet werkt, dan pak ik hem ook gewoon eruit. En dan slaapt hij dan of in het draagdoek of op de arm. Of ligt eraan of ik druk ben of niet. Volgens mij slaapt hij. Dus ik zet even de baby vooraan. Ik wacht eventjes en als hij een tijdje slaapt, dan ga ik zelf ook even liggen. Ja, hij slaapt. Want ik weet, als ik nu eerst andere dingen ga doen, en hij dan wakker wordt, dan heb ik mijn 10 minuutjes slaap niet gehad. En ja, ik kom gewoon veel beter door de dag. / avond dadelijk, als ik even gelegen heb. Dan ligt hij te slapen. Dus dan moet het stofzuigen en het was opvouwen. Maar heel even wachten. Omdat ik dus nu even ga liggen. Ik hoop dat ik mijn 10 minuutjes vol kan maken. Met dat ik ga liggen begint hij te huilen. Bruilupje. Zie je, het gaat dus ook niet altijd lukken. Nou jongens, ik heb even daarachter heerlijk op bed gelegen. En hij is aan de borst in slaap gevallen en heeft dus lekker bij mij in de arm even geslapen. En ja, zoals ik al zei eerder, bij een derde nemen we het allemaal niet zo nauw, hè. Bij die andere twee was ik er echt op bedacht. Slapen in bedje, spelen in de box. En hij heeft gewoon lekker even bij mij nu geslapen. En ik heb lekker even een vlogje gekeken. Dus heb ik ook, kijk, mijn t-shirt hangt nog zo voor de borstvoeding. Heb ik dus ook even lekker rust gehad. Hopelijk genoeg rust om vanavond wakker genoeg te zijn. Om samen met Maarten een serietje te kijken. Dat is altijd mijn doel. Maar hoe heerlijk als hij dan in je arm wakker wordt. En je aankijkt en lacht. Is toch super schattig. Ja, nogmaals. De omstandigheden op dit moment lenen zich ervoor om gewoon relaxed te zijn. Vorige week is het nog prima gelukt om hem 's middags, zeg maar, in zijn bedje te laten slapen. Dus vaak lukt dat ook gewoon wel. Maar niet altijd. En dan, voorheen kon ik er echt om stressen en nu niet echt meer. Dan denk ik of ik ga samen met hem even liggen en neem zelf de rust. Maar op het moment dat ik zelf niet wil of kan rusten en nog bijvoorbeeld de was wil doen of wat dan ook, dan gaat hij gewoon in de draagzak en dan doe ik mijn ding. Hé, vriend? Nu hebben we nog een 3 kwartier voordat de kindjes uit school komen. Dus ik kijk even hoe ver ik kom met de was beneden opvouwen nog. Guys, ik heb hier nog steeds al die leuke vintage dingen staan. En ik wil die dus nog steeds graag op Pinterest, op Instagram gaan zetten om te verkopen. Alleen, ja, afgelopen weekend hadden we en kraambezoek en was Maarten lekker bezig op de zolder, waardoor ik de kids had, waardoor het gewoon niet gelukt is. Dus ik hoop woensdag, overmorgen, of volgend weekend, of aanstaand weekend, die dingen eindelijk online te zetten en te laten zien. Ik heb Eli nog eventjes in zijn wipper gelaten, dan kan hij nog even zijn eten laten zakken. Beter dan dat hij nu al op de rug gaat liggen, maar ik heb hem wel in de box gezet en hij zit genieten van zijn bootjes. Is een ander perspectief, hè, schat. Dan kan ik nog even, in die tijd die ik nog heb, voordat de kinderen komen, de was opvouwen en even zuigen. Dit waren de spulletjes van Eli, die zijn klaar. Die laat ik heel even staan, want de kids komen zo. Ik ga even wat drinken en wat lekkers op tafel zetten. En nog even de vaatwasser uitruimen. Want die was net al helemaal vol nog van de spulletjes van gisteren. Hoi. Het pluspus is geweest, dus de boodschappen zijn weer aangevuld. Mama, koken. Oh. Maarten heeft in de recordtijd nog een paar plankjes boven gezaagd. We gaan proberen.
En nu pakt hij even zijn zoontje. En dan kan ik even lekker koken. We hebben HelloFresh pakketten. En vandaag pasta pesto met zalmfilet. En nee, dit is geen betaald partnerschap. Ik zou het wel leuk vinden. Maar dit is gewoon wat we vandaag eten. Nick is even de tafel aan dekken voor ons. Super fijn, schat, dankjewel. Wauw, Linja. Die is een mooi kunstwerk aan het maken. Had je dat vandaag in je schoen, schat? Ja. Wat mooi. Sinterklaas weet wel wat jij mooi vindt, hè? Netjes, joh, binnen de lijntjes.